Welkom mensen bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag wordt een super zieke pack opening. Ik zal jullie even laten zien. Ik heb veel te veel tokens in iets van 3 of 4 dagen. Heel veel special pack, special plus pack. 2 divisies up gegaan, 2 levels omhoog gegaan. Daardoor heb ik al deze packs. Die plus tokens doe ik later wel. Ik ga jullie niet alle special packs laten zien. Wel alle special plus packs en die andere nog betere packs. En dan, jullie zien het als een flits, maar dat het verspringt naar een ander gedeelte. Maar ja, voor mij heb ik dan al heel veel packs geopend. Ik ga beginnen met de eerste. Dan zie ik jullie... Oh, wacht. Ik ga er trouwens eerst 1 openen. Gewoon voor het begin. Huh? Totinominee! Oh, wacht. Ik was nog iets vergeten. Ach ja, daar werd ik aan herinnerd door die Totinominee. Ik moet jullie nog wel laten zien. Ik had zieke luck. Toen heb ik Pagewitz Icon 89k gekregen. Die had ik al. En die heb ik toen getraded voor deze Neymar. En 10 miljoen coins. Echt, volgens mij was dat de enige die die man nog moest of zo. Deze heb ik ook getraded gewoon voor 10 miljoen coins. En deze heb ik gehaald. Omdat ik een Totinominee Sala had, ik dubbel. En ik kon een filmpje van een Friendly Hybrid vinden op YouTube. Waar ik wel alle dingen van had. Nou, niet alle. Ik moest 2 dingen vragen bij traden. Maar na een tijdje had ik die wel. En bij collections, ik heb bijna alle non-rare gold cards. En bijna alle rare gold cards. Waarschijnlijk in mijn volgende video heb ik die misschien al. En dan krijg je ook zo'n badge en zieke tokens en cards. Dus dat ga ik. Of packs. En dus dat ga ik dan. Daar ga ik ook een video van maken. Nou, ik open er nog even 1. Oké. Jullie zien me bij de volgende, eerstvolgende goede pack. Walkout. Als het een speciale walkout of een icon of zo is. Nou, tot dan. Oké, ik heb een Scream gekregen. Het was echt gewoon 1 pack erna. Maar die had ik al. Oké, ik heb de eerste icon gekregen. Italië kan nog heel veel zijn. Als het CB is, kunnen er nog steeds CF. Zola. Ja, 87. Nice. Misschien zit er nog iets anders in de pack. Nee. Nou, tot de volgende. Ik heb een headliner gepakt, 1 pack erna. Hé, die had ik aan het begin ook als... Wacht, die had ik dubbel. Ach ja. Oh, wacht. Oh, een walkout. Ik wou hem net op pauze gaan zetten. En dan zien jullie dat volgende keer. Maar dan krijg ik een walkout. Iago als pas. Ja, die heb ik al een keer dubbel gehad. Maar nu heb ik hem weer dubbel. En de 86 versie daarvan heb ik ook dubbel. Oké, ik weet niet of dat een glitch is of dat dat nieuw is. Maar ik had ook dat met de 91 Suarez. Die had ik gepakt. En hij was geen walkout. Dus dat vond ik echt heel raar. Nou, nu heb ik dat dus met Lukaku. Want ik zag Ettore, een YouTuber. Hey. Weer geen walkout. Huh? Messi! Maar het is geen walkout. Het zijn alle normale walkouts eruit of zo. Ach ja. Nou, tot de volgende keer. Ik heb zojuist een Future Star gepakt. Is het Junior? Nee. Wie is dit? Arthur. Die is nice. Zeker. 90. En 89 Cellini in 1 pack. Dit is een screenshot waard. Oké, ja. Nou, tot de volgende goeie. Ik heb weer zo'n... Oh, ik begrijp dit echt niet meer. Oh, een speciale Tadic. Helaas wel Ajax, maar toch. Oh, een icon. Ik wou hem net op pauze gaan zetten. Maar dan krijgen we een icon. Oh, wacht. Ik was vergeten aan het begin een weddenschap te doen. Ach ja, dan doe ik die nu. Ik wou gaan... Rivaldo, dubbel. Nice om te traden. Maar ik wou gaan
een weddenschap doen. En dat is mijn gok. Doe ik 7 icons. Daar hebben we er nu 2 van. En geen Team of the Year. Nee. Ik denk niet dat een Team of the Year nog in zit. Wacht. Of als dit een goede is. Nee, alle Rare Gold Walkouts zijn eruit gehaald. Ja. Het is gewoon zo. Ja, het is gewoon... Oh, een icon erachteraan. Hey. Hoeveel icons had ik nou? 7? Ja, 7 had ik er. Gigs. Ik wou zeggen links, maar... het is een gigs. Die had ik nog niet. Dus dat is zeker nice. 387 is in 1 pack. Het komt niet zo vaak voor. Maar ja. Ik heb weer een icon gepakt. Prime icon! Deze heb ik al! Oeh! Prime icons kan je voor zoveel treden. Hernandez. Oh mijn god. En Casemiro in 1 pack! Oh, dit is echt niet normaal. Oh, ik ben hier zo blij mee. Heb ik eindelijk weer eens iets goeds om te traden. Wat is dat? Oh, zo heen. Goed dat ik hem nog even niet op pauze zette. De Gea! Oh mijn god! Rechteraan! Nee! Oh. 92 de Gea! Dit is echt insane! Vupmes? Ach ja, geen walkout. Ik heb weer een normal walkout. Ja, weer Messi! Echt? Nee, maar ik vind het best omdat hij geen... Ja, oké, okay, op zich. Als je ze al allemaal hebt en je hebt allemaal van die slechte Rare Gold walkouts... dan is dat echt een heel erg verspilling van je tijd. Omdat dat heel lang duurt voordat zo'n walkout weg is. Maar Messi, die vind ik best speciaal. En die krijg je helemaal niet zo vaak 2 keer achter elkaar. Weer... Oké, okay. Ik word er maar niet meer verbaasd door. Weer 1. Zo. Oké. Okay. Speciale kaart. Nou, ik laat hem nu even aanstaan, want dit zijn best wel, ja, prima dingen. Ja, nu gaat hij weer. Oké, okay. Ik heb weer een icon gepakt. Prime icon, nog een! Nederland, wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Zeedorf? Oh mijn god! Ik heb 2 Prime Icons dubbel. Oh mijn god! Die kan ik voor zoveel treden. Oh, is het... Die Coutinho ook nog in de pack. Echt, deze pack-opening is nu al geslaagd. Ik heb nu 5 icons en daarvan 2 Prime. Wat? Oh. Tot we walkout. Team of the Week. Tot we... Sala. De spits is die 90. Rechts mid. Hoogst is. 89. Nice. Nou, ik doe hem nu maar niet meer op pauze. Want dit wordt de laatste... Oh, nou wacht. Ik heb die andere special packs nog. All-star nominee, echt. Dit is gewoon niet normaal. Mbappé. Heb ik al. Dubbel. Ja, ik weet niet of mensen die willen. Ik denk het niet. Want hij is niet echt super zeldzaam of zo. Of goed. Dus ja. Nou, tot de volgende goede... Oké, ik heb weer een icon gepakt. Nee! Als dit Pelé is, dan word ik gek. Nee. Oh, nee. Socrates. Oh... Maar alsnog, gewoon... Nee. Mijn voorspelling gaat niet kloppen. Ik heb nu 3 normale icons en 3 prime. Hoezo krijg ik opeens zoveel prime icons? Echt, ik snap het niet. I don't begrijp it, oké? Oké, dit was de laatste special pack. Daar heb ik nog 91 Suarez uit gekregen. Voor de rest niet echt iets. Nu gaan we de FUT Champions packs openen. Eerste geen walkout, helaas. Hulk. Tweede
Geen walkout. Ik ga een beetje snel doorheen, want ik had laatst, ik wou een video... Oh, een fubmes. Ik wou een video posten. Alleen, ja, ik kan niet editen en daar heb ik ook geen zin om dat... Huh? Oh, die is... Oh, hey. 2 speciale in 1 pack. Ja, ik heb ook geen zin om te gaan proberen te editen. Oh, walkout. En dus, ik had een video die duurde te lang. En toen moest je account verifiëren met een... met je telefoonnummer of met een telefoonnummer. En dat ga ik niet doen. Dus daarom duren mijn video's niet zo lang. En daarom ga ik hier ook een beetje snel doorheen. Want het zou echt heel zonde zijn als ik deze niet kan uploaden. Met deze zieke packs. Want dan ben ik al die packs kwijt. Oh. Ik dacht even Hazard. Mertens. Ik heb al... Ja. Ik krijg heel vaak... En een icon. Dit is niet te geloven. Ja, weg. Fubmes. Walkout. Als hij te bruin is, dan word ik helemaal gek. Oh, Isco. Iesta. Oh, die had ik al eens een keer dubbel. En echt niemand wou die. Die 88 aan Aubameyang zat er ook nog in. Hier maak ik ook even een screenshot van. Vind ik ook wel goed genoeg. Normale walkout. Ja, dat zie je nu niet meer. Maar nog een keer Handanovic. Hey, Lozano nog een keer. Ja, ik ben Feyenoorder, dus ik hou niet van PSV. Nee, het klopt wel. Oh mijn god. Laat me dan die icon zien. Ik ben blijer met een icon als die even hoog is als de FUTCHAMP. Kijk, als het nou een die 96 FUTCHAMP Messi is, dan word ik natuurlijk super blij. Mbappé 88. Maar dan vind ik het... Oh mijn god. Ik heb zo... Ik zit volgens mij al over de 15... Ik zit al op de 15 icons of zo. Volgens mij wel. Wie is dit? Verratti. Ja. Oh. Ik heb zoveel luck. FUTCHAMP. Hey. Willian. Nou, oh, geen walkout. Hier krijg ik ook echt heel vaak icons uit. Wat ik zei. Prime? Nee. Kan nog heel veel zijn. Is het 90? Ja, dit is de 90 versie! Ik geloof mijn eigen ogen niet. Ik heb veel te veel icons gepakt. Dit is echt niet normaal. FUTCHAMP walkout. Ik heb zo... Dit is zo'n 10 keer geslaagde... David Silva, 90. Dit is echt... Ik had nooit verwacht dat ik zoveel goede dingen hieruit zou krijgen. 2 in 1 pack. Walkout. Oh, ik word er echt... Ik word er emotioneel van. Dit zijn echt insigne 89. Ik krijg veel te goede dingen. Maar hopelijk krijg je een icon. Dit meen je niet. Ik zit echt de hele tijd van wat de piep. Hoe heb ik zoveel luck? Centraal mid kan nog heel veel zijn. Gerard. Ik hoef geen Gerard. Nee, natuurlijk. Een icon is chill. Oké, wants to watch. Malcolm. Echt een... Carnival! Carnival player! Oh mijn god! Wie is dit?
Huh? Wie is dit? 88! Williams! Oh mijn god! Een carnival player! Eindelijk! Ik heb er een! Ik moet echt even. Ik heb iets nodig. Nog één! Oh nee, wacht! Ah, ik dacht dat dit er nog één was. Dan moest ik echt op therapie. Ja, ik moet op therapie om hier overheen te komen. Modric. Die heb ik dan dubbel. Ja. Oh mijn god, ik heb zoveel om te traden nu ook. Ik heb 2 prime icons om te traden. En nog een walkout. En ik heb 1. Ah, oh, Lukaku. 89, nice. Kan ik ook nog traden? Dit is echt... Wat was dat? Wat is dit? Wat is dit voor walkout? Oh, nog zo? Ja, mijn scherm werd helemaal zwart. Kane, heb ik die ook dubbel? Nee. Ah. Oh. Het is echt zo'n zieke pack opening. Als ik hier nog een Team of the Year krijg, dan word ik zo... Dan gaan jullie oren gewoon kapot van hoor ik gillen. Uit de laatste pack komt waarschijnlijk niet meer iets goeds. Ah, oh, normale walkout. Oh. Och ja, dit is echt een 10 keer geslaagde video. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel goede spelers... Ik heb een carnival player. Ik dacht dat ik er nog een tweede had. Als dat Neymar was geweest, was ik nog gekker geworden. Maar bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad. Ik heb dat zeker, want ik heb nu heel veel zieke spelers erbij. En... Nou, tot de volgende video en niet vergeten te liken en te abonneren. Doei!